Yes, yes! Leuk dat je kijkt naar Self-Help Sonny. Ik maak regelmatig video's die je leven mooier, gelukkiger of makkelijker kunnen maken. En de laatste tijd, het zal wel iets met het einde van het jaar te maken hebben, krijg ik heel veel de vraag van: Sonny, je lijkt altijd zo georganiseerd. Hoe kan ik nou rust krijgen in mijn hoofd door mijn computer en mijn telefoon op te ruimen? En hoe creëer ik ruimte op mijn telefoon en op mijn computer? En hoe richt jij het allemaal in? Nou, ik ben nu ook een paar mensen daarmee aan het coachen, omdat ik ben erachter gekomen. Ik ben dus rete georganiseerd. Dat komt ook vanuit mijn vader, die is ook super strak georganiseerd. En ik ben erachter gekomen dat heel veel mensen dat echt totaal niet zijn. Zo bestaan er bijvoorbeeld mensen die hun e-mail niet archiveren. Wat? Dus laten we met z'n allen digitaal gaan opruimen. Dat is ook wel een lekkere start van het nieuwe jaar. Ik laat je zien hoe ik het in ieder geval doe. Iedereen heeft een andere manier. Maar onder andere, hoe sla ik mijn foto's op? Hoe maak ik een mappenstructuur? Hoe zorg ik dat mijn e-mail opgeruimd blijft? En hoe zorg ik dat ik ruimte heb? En hoe maak je backups? Om te beginnen, als we het hebben over opruimen, of het nou in je huis is of op je computer, dan is het belangrijk om alles een vaste plek te geven. Dus zorg voor een duidelijke mappenstructuur. Weet waar je foto's heen gaan, weet waar je muziek heen gaan, je video's, etc. Ik vind het altijd lekker om één keer in de maand even in te plannen in mijn agenda van: ik ruim heel even mijn computer op. Nou, dat is niet eens, daar ben ik niet eens een half uur mee bezig. Maar dat betekent dat alles wat ik op mijn bureaublad heb geparkeerd, want daar zet ik vaak mijn lopende dingetjes, dat ga ik weer in alle desbetreffende mappen zetten. Oké, kijk. Nou, dit is dus hoe mijn bureaublad eruit ziet. Ik vind het plaatje wat ik op de achtergrond heb staan, vind ik al heel erg bepalend. Als dat te druk is, dan word ik al helemaal chaotisch. Plus, dan kan je soms niet goed de mappen zien. Dus daar let ik altijd op. Dit vind ik wel fijn en rustig. Nou, wat ik altijd doe als ik werk aan een project, dan knal ik eigenlijk van alles op mijn bureaublad. Afbeeldingen, dingetjes die ik in mijn edit wil slepen. Nu staat hier bijvoorbeeld digitaal opruimen, heb ik even wat punten opgeschreven. Maar zodra ik klaar ben, gaat dat naar deze map, lopende projecten. Nou, lopende projecten, die map zegt het al, dat zijn alle projecten die nu lopen. Zodra ze klaar zijn, dan wis ik ze of ik sleep ze naar een andere map, die heet volbrachte opdrachten. Mocht ik er nog later iets mee willen gaan doen of mocht ik die informatie willen behouden. Oh ja, sowieso vind ik het altijd heel lekker rustig dat er hieronder, dit is natuurlijk een Mac computer, dus voor Windows geldt het niet, maar dat hieronder mijn dock niet te zien is. Dus dat die pas verschijnt als ik hem zo tevoorschijn haal. En dan kijken we eigenlijk eens even naar de pictogrammen die hier staan. Heel veel mensen die laten hier alle standaard pictogrammen opstaan die op de Mac horen, maar het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Je laat op je telefoon toch ook niet alle apps staan die er, bijvoorbeeld GarageBand of GarageBand of hoe je het ook zegt. Dat gebruik ik nooit, dus ik wist dat altijd meteen, want dat scheelt weer heel veel ruimte. Dus wat hier staat, dat zijn eigenlijk enkel dingen die ik elke dag gebruik. Nou, hoe zien bij mij de mappen eruit? Gaan we naar Finder en naar documenten. Al mijn documenten, alles wat belangrijk is voor mij, dat staat enkel in de map documenten. Of ik heb alles op z'n Engels, maar in documents. En zoals je meteen al ziet, ik doe het op nummer. Dat vind ik heel fijn. En dit is eigenlijk ook een beetje hoe belangrijk en hoe vaak kom ik in die mappen. Dus deze map gebruik ik superveel. En zo gaat het naar beneden. Nou, hieronder zijn een aantal mappen waarvan ik denk, die moet ik misschien nog weggooien of toch op mijn harde schijf zetten. Die zijn iets minder belangrijk. Nou, en als je dan bijvoorbeeld gaat naar Sonny Zoekt Geluk, dan zie je ook hier weer allemaal nummertjes. Muziek, dit is eigenlijk allemaal voor alles voor Sonny Zoekt Geluk. Hoe weet je nou welke mappen je allemaal nodig hebt? Nou, het is sowieso handig om bijvoorbeeld een privémap te hebben, om een werkmap te hebben, om een financiënmap te hebben. En misschien om een huismap te hebben. Alles over je huis, papieren, contracten, dat soort dingen. Of je auto. Maar zorg ervoor dat je daar dan weer submappen onder maakt. Dat maakt het uiteindelijk veel makkelijker. Nou, als we het dan hebben over rommel op je computer, dan gaan we naar downloads. En daar heb je natuurlijk één grote chaos. Allemaal door elkaar. Nou, dit is eigenlijk de bedoeling dat dit leeg blijft. Ja, het staat nu vol, want ik heb dit nog niet gedaan. Sowieso kun je foto's beter zo snel mogelijk opslaan en dan wissen uit je downloads map, zodat je die ruimte op je computer lekker vrij houdt. Als je trouwens een zipbestand binnenkrijgt of download of een WeTransfer bestand, dan open je dat bestand en dan komt eigenlijk je map tevoorschijn. Maar als je die map hebt geopend, dan is die map qua grootte even groot als het zipbestand of het WeTransfer bestand. Zorg ervoor dat je altijd die zip en die WeTransfer, die originele, weggooit, zodat je niet weer dubbele ruimte hebt. Je cookies opruimen, ik weet niet of je dat vaak doet, dat is echt, vind ik, heel erg basis, maar laat het even snel zeggen. Ik werk met Google Chrome. En dan ga je hier naar Clear Browsing Data en dan kan je zo, hoppatee, kan je zelf kiezen
wat je wil wissen. Als je meer ruimte nodig hebt op je computer, wat bijna iedereen wel wil, loop dan ook vooral je programma's na. Dus welke programma's gebruik je niet meer? Welke heb je niet meer nodig? En gooi die gewoon van je computer af. Je kan ze vaak altijd nog downloaden, mocht je ze ineens weer nodig hebben. Ik vond het nogal shocking, maar er zijn dus mensen die elke keer dat ze naar hun e-mail gaan, elke keer dat ze naar Facebook gaan, opnieuw hun wachtwoord moeten intypen. Dat is natuurlijk echt onzin. Daarvoor heb je de bookmarksbar of de favorietenbar. Dit is hoe het er bij mij uitziet. Ik werk graag met Google Chrome, maar je hebt ook favorieten in heel veel andere applicaties. Dus het maakt niet zoveel uit. Bij Safari heb je het ook. Dit zijn eigenlijk alle websites die ik vaak gebruik. Dus mijn Gmail, die ik elke dag opstart. Nou, Twitter staat er nog bij, maar dat gebruik ik eigenlijk nooit. Mijn agenda, mijn YouTube-account, mijn blog, de achterkant van mijn blog, waar ik mijn facturen in maak, en Pinterest. Daarnaast heb ik hier nog een aantal mappen staan. En dit zijn eigenlijk alle websites die ik zie waarvan ik denk, oh, daar wil ik nog iets mee of dit moet ik onthouden. Dan ga ik dat niet ergens opschrijven. Nee, dan sla ik het gewoon op. SZG betekent Sony zoekt geluk. Dus dat zijn dingen die ik voor mijn werk nodig kan hebben. Dit zijn allemaal leuke blogs die ik ooit heb gezien ergens. En die sla ik dan op die manier op. Let er wel op dat je één keer in zoveel tijd ook je dingen weer uit je favorieten weggooit. Want anders krijg je zo'n lijst en dat is ook zonde van de ruimte. Plus, dan ben je het overzicht een beetje kwijt. Waar je misschien ook gek van wordt, is dat je zoveel wachtwoorden hebt voor al die verschillende websites. Nou, daarvoor is er een super geweldige app. Die heet 1Password. Die gebruik ik heel graag. Die is echt fantastisch. Het is een app waar je voor betaalt. Maar voor het gemak wat je voor terugkrijgt, is het helemaal waard. Ik zou het niet meer weten wat het kost. Maar wat doet 1Password? Je hebt één master password. Dat is een heel belangrijk wachtwoord. Die mag niemand weten. Niemand. Ja, oké, misschien je man, maar verder niemand. En dat is je toegang tot al je andere wachtwoorden. Dan hoef je alleen maar op command streepje te drukken als je Mac hebt. En dan vult hij het al automatisch voor je in. En elke keer als jij weer een nieuwe login maakt voor een nieuwe website, dan vraagt hij al automatisch, hey, zal ik hiervoor een wachtwoord voor jou aanmaken? En dan slaat hij het op. En dit zijn ook niet zomaar wachtwoorden. Dit zijn altijd van die hele lange, ingewikkelde wachtwoorden van minimaal 8 tot 10 tekens met 8, 9, 3, G, H, hoofdletter. Dus het is super goed beveiligd. Het is helemaal top. Nou, dat e-mail echt super vervelend kan zijn, daar weet ik alles van. Ik heb er echt een haat-liefdeverhouding mee. Maar ik moet het echt super goed organiseren, want anders word ik helemaal gillend gek, omdat ik gewoon heel veel e-mails krijg. Daarom presenteer ik u met trots mijn zeer lege inbox. Zodra je een e-mail binnenkrijgt, zijn er eigenlijk drie dingen die je standaard kunt doen. 1. Archiveren. Dat betekent er niks mee doen, maar het wel uit je inbox halen. 2. Direct antwoord geven. Dus je scant je e-mail en als je ziet, hey, dit kan ik in maximaal 2 minuten beantwoorden, doe dat dan ook meteen. Bijvoorbeeld ja, nee of kom ik later op terug. Of 3, waar je later nog op terug moet komen. Nou, wat ik dan vaak doe is dat ik hem sleep naar de map later nog doen. Dan moet je wel, dat is dan wel belangrijk als je met submappen werkt, dat je die mappen wel ook echt opent. Denk jij van jezelf dat je dat niet gaat doen? Laat het dan in je inbox staan, maar zorg er wel voor dat je die inbox regelmatig opschoont. Want het is gewoon een heel fijn gevoel als die lekker leeg is. Dat geeft je absoluut, oh, daar weet ik echt alles van, een opgeruimd gevoel. Je e-mail archiveren is fantastisch. Je gooit het niet weg, nee, je archiveert het. Dus dat betekent dat je het in het archief zet. Maar als je dat doet, dan moet je wel, en je wil die e-mail terughalen, dan moet je wel zelf bedenken van, oh ja, van wie was die e-mail of waar ging het over? Want je kan het bijvoorbeeld bij Gmail, maar ook bij eigenlijk heel veel andere inboxen, kan je het alleen terugvinden op basis van een zoekwoord. Dus als je bang bent dat je het daarmee kwijtraakt, dat heb ik bijvoorbeeld wel eens dat iemand met me wil samenwerken, maar ik heb er nu geen tijd voor, dan denk ik, oeh, dit is iets wat ik wel wil onthouden. Ik ga die man zijn naam niet meer onthouden verder. Dus dan sleep ik het in een aparte map. Wat betekent een potentiële opdracht voor later. Kijk, ik heb deze submapjes. Partnerdeals, aanbiedingen die ik heb gekregen. Mogelijke nieuwe campagnes of die ik nog wil bewaren. Nog beantwoorden, dus daar ben ik nog niet aan toegekomen. Vakliteratuur en reacties van jullie, want daar wil ik ook altijd op terugkomen. En waar zit je inbox toch altijd ontzettend mee vol met die irritante nieuwsbrieven? Want elk bedrijf schrijf je tegenwoordig in voor een nieuwsbrief. Daarvoor is er een geweldige app die heet Unroll.me. Want je typt gewoon je gegevens in, je e-mailgegevens in. En dan gaat hij zelf op zoek waar jij allemaal op geabonneerd bent. Dit is echt shocking, want ik gebruik dit programma regelmatig. En ik heb nu alweer zoveel nieuwe nieuwsbrieven erbij. Nou, je kan heel gemakkelijk uitschrijven door gewoon hierop te klikken. En als je een nieuwsbrief tegenkomt waar je niet op wil uitschrijven, dan klik je er niet op. Super simpel.
Dan hebben we natuurlijk nog deze, je mobiel. Hoe maak je ruimte op je telefoon? Door apps weg te gooien die je niet meer gebruikt. Door alle dubbele foto's weg te gooien. Vaak is er één ultieme foto, maar daar aan vooraf gingen er nog 30 of 50 andere foto's. Gooi die allemaal weg. Delete ook je foto's in je map deleted foto's, want die bewaart je ook vaak nog heel lang. En kijk even naar WhatsApp, want alles wat jij naar je toegestuurd krijgt van je vrienden, video's, foto's, dat slaat WhatsApp allemaal op. Dus als je WhatsApp hebt, wist dat regelmatig, want voordat je het weet zit je telefoon vol. Al mijn ideetjes, die sla ik op in mijn notities op mijn telefoon. Alle kleine ideetjes, bijvoorbeeld een tekstje of een onderwerp. Maar alle grotere ideeën, uitgewerkte ideeën, die sla ik allemaal op in de app Evernote. Want die vind ik super handig, omdat die zowel op mijn telefoon als op mijn computer staat. En dus altijd met elkaar gesynchroniseerd is. Dan kan ik ten alle tijde bij mijn ideeën. Backups! Oké, ik hoop dat je wel eens een backup maakt. Want je hoeft maar één keer al je bestanden kwijt te zijn. En dan weet je dat je dat nooit meer laat gebeuren. Zoals je ziet heb ik 3 harde schijven. 1 prehistorische. maar dat maakt verder niet uit. Ik vind dit soort harde schijven ideaal. Dit zijn portable harde schijven. Dus die kan je gewoon altijd meenemen. Nou ja, heel hard ermee schudden zou ik niet doen. Maar die zijn best wel bestand tegen het een en ander. En dat is trouwens ook waarom ik hier die 4 puntjes heb. Want daar plak ik mijn harde schijf. Kan ik dit zo? Tegenaan. Dat heb ik er zelf op geknutseld. Die stickertjes kan je gewoon bij bol.com kopen. Hartstikke handig, want dan knalt hij er ook niet uit of loopt iemand hem er ook niet uit. Maar goed, backups. Nou, er zijn natuurlijk talloze manieren om te backuppen. Je kan programma van je computer gebruiken, zoals bijvoorbeeld Time Machine als je een Mac hebt. Hoe ik het doe is, dat heb ik ook voor mijn vader, is dat ik hier alles 1 keer handmatig op heb overgezet. En wat ik dan doe is, dan gebruik ik het programma GoodSync. En GoodSync die synct eigenlijk alle bestanden tussen deze en tussen mijn computer of tussen deze en tussen deze. Dus dat betekent dat hij niet alles helemaal opnieuw gaat backuppen en dus helemaal opnieuw gaat kopiëren. Maar dat hij enkel kijkt van, hey, wat zijn de verschillen? Nou, op die manier maak je dus veel sneller een backup en blijft alles up-to-date. Want als je, ik heb gemerkt bij die andere vorm van backuppen, is dat hij vaak denkt, oké, ik weet niet of dit dubbel moet en dan slaat hij het soms dubbel op. En dat scheelt dus, of kost je eigenlijk weer heel veel ruimte. Dus ik gebruik GoodSync hiervoor. En tot slot, hoe sla je foto's op? Nou ja, het is op zich niet heel ingewikkeld. Behalve dan dat je ervoor zorgt dat je alles in ieder geval op één plek hebt. Dus niet in je downloads en op je bureaublad en in een mapje je documenten en op een harde schijf. Zorg ervoor dat je één basisbestand hebt. Bij mij heet dat gewoon al foto's origineel Sunny. Nou, dan heb ik in andere harde schijven, op andere harde schijven heb ik dan nog wel een backup. Maar dit is echt het origineel. Zoals je ziet, ik heb het op jaartal heb ik het ingericht. Dan zie je eerst het jaar, dan de maand en dan de datum en dan het onderwerp. Nou, en dat werkt eigenlijk super goed. Ik heb nooit moeite met dingen terugvinden. Het is altijd wel leuk om weer eens even door wat oude dingen heen te lopen, zoals dit. Tadaa! Hier werkte ik nog als kaasblokje om geld te verdienen met een augurk op mijn hoofd en een vlaggetje. Nou, dit is wat ik doe om een beetje een opgeruimd hoofd te houden. Geen chaos op mijn computer, geen chaos op mijn telefoon. Dus ik hoop dat je wat aan mijn tips hebt gehad. En mocht je een toevoeging hebben, laat het dan ook vooral weten in de reacties. En dan wens ik je voor nu heel veel succes met opruimen!